Welkom bij de training inkomende oproepen. En nu kun je misschien denken, ja, je kan heus wel een telefoon opnemen. Tuurlijk, dat geloof ik ook. Ik geloof ook echt wel dat je een telefoon kunt opnemen. Ik geloof ook echt wel dat jouw collega's dat kunnen. Maar is het een waardevolle oproep? Is het een oproep waarvan je denkt, hé, nou, dat is een prettig telefoongesprek. Is het een oproep waarvan je zegt, nou ja, weet je, het was wel duidelijk. Die klant wilde dit of dat. Of die potentiële prospect, hè, die prospect die wilde zus of zo. Is het een duidelijk gesprek? Want misschien ken je het wel, hè, dat mensen aan de telefoon zeggen, oh, nou, dan bel ik later nog wel even terug. Alleen dat later, dat duurt zo lang, ja, je wacht eigenlijk nog steeds tot de mensen terugbellen. Of dat mensen zeggen, nou, ik neem nog wel even contact op. Maar je hoort eigenlijk niks meer van ze. Of, ja, ik stuur dan wel even een e-mail naar jullie. En die e-mail die komt nooit binnen. Of dat iemand aan de telefoon zegt, ah, dan weet ik wel even genoeg. Dat je denkt, ja, maar genoeg waarvoor? Waar weet je nou genoeg voor? Ik weet niet eens waarom je belde. Inkomende oproepen, professioneel behandelen, dat is een vak apart. Je kunt niet een stagiair of een nieuwe medewerker zeggen, weet je wat, neem jij vanaf nu maar de telefoon op en succes. Want dat is eigenlijk de grootste fout wat bij heel veel bedrijven gebeurt. Iemand neemt maar de telefoon op, maar die iemand, ja, die spreekt eigenlijk niet dezelfde taal als de beller. Je moet het zo zien. De telefoon gaat en iemand aan de andere kant van de lijn die praat Spaans tegen je of Chinees. En die taal die spreek jij niet. En dan zit je te luisteren. Yes, yes, yes. En dan probeer je met Engels te redden. Yes, yes, yes. No. Ja, we don't speak English. Oh, ja. De taal. Je spreekt elkaars taal niet. Wat nou als degene die de telefoon opneemt alle talen spreekt? Dan ben je toch klaar? Dan heb je jezelf toch ingedekt? Dat is het ook met inkomende oproepen. Iemand die belt naar jouw organisatie, naar jouw bedrijf, die moet op een bepaalde manier behandeld worden. Op een professionele wijze, op een correcte wijze. Want iemand belt niet zomaar. De drempel om een bedrijf te bellen is vrij hoog. Wat denk je nou? Dat mensen voor de gein in de auto zitten en dat ze denken, ah, ik ga gewoon eens mensen bellen. Ik ga gewoon eens bedrijven bellen om domme vragen te stellen. En dan zeg ik aan het einde wel, oké, dan bel ik wel even later terug. Nee, nee, nee. Mensen bellen met een doel. En als jij alsgene die de telefoon opneemt niet herkent, de signalen herkent waarom iemand belt. Hè? En voor jouw idee lijkt het, ja, ze wilden alleen weten of iets op voorraad hadden en toen hingen ze weer op. Dan snap je het inkomende gesprek niet. Ja, ze zeiden, we mailen nog wel. Nou, ze mailen niet. Dan snap je die inkomende oproep niet. De training inkomende telefonische oproepen is dan ook van groot belang voor mensen die elke dag de telefoon opnemen. Om het rendement te verhogen, om de klanttevredenheid te verhogen, om te zorgen dat er, ja, van die impulstelefoontjes, van die potentiële aanvragen, dat er wat uitkomt. Dat iemand zegt, oké, nu begrijp ik beter wat jullie doen. Of dat iemand zegt, oké, zus of zo. Want misschien worden er wel domme vragen gesteld in jullie optiek aan de telefoon. Maar misschien ligt het niet aan degene die belt, misschien ligt het aan je bedrijf. En dat wil je misschien niet horen, maar jouw organisatie, jouw bedrijf, die presenteert zich op een bepaalde manier. En als mensen gaan bellen met een vraag, dan hebben ze daar toch ergens een aanleiding voor gekregen. En dat kan zijn via de website, via social media of mond tot mond. Maar er is een moment geweest dat ze dacht, hé, ik moet even dat bedrijf bellen om een vraag te stellen. Dan gaat er ergens iets niet goed. Als degene die de telefoon opneemt dat niet vakkundig kan doen, dan kan je bijvoorbeeld ook niet de website updaten omdat iemand steeds met dezelfde domme vraag komt. Allemaal van die kleine dingen. Professioneel inkomende oproepen afhandelen. Je leert het in deze training. Op de website meerverkoopsucces.nl vind je hoe je toegang kunt krijgen tot deze training en tot alle andere trainingen. Dus kijk op meerverkoopsucces.nl en start de training.